Marinus, Brandon Barker traint mee met jouw selectie. Een huurovereenkomst is in de maak. Hoe staan de zaken ervoor? Ja, dat is aan de hand. Hè. Hij komt inderdaad, hij heeft meegetraind vandaag al. Dus ik kan hier mooi even sfeer proeven, een paar dagen meetrainen. De vrijdag de wedstrijd mee pakken. Dan hoop ik dat het van het weekend voor elkaar komt. Wat kan je zeggen over hem? Wat voor speler is het? Het is een tweebenige speler. Links en rechts buiten kan die spelen. Goede individuele actie. Heel technisch. Vaardig. Niet super snel, maar meer ook de 1-tegen-1 actie. Dus vooral ook, denk ik ook voor het publiek een heel interessant speler om naar te kijken. Goede hoop natuurlijk dat het rondkomt. Kan het ergens misgaan? Ik denk het trouwens niet, hè? Want NAC heeft een samenwerkingsovereenkomst met City. Ja, oké, maar er zijn al drie partijen. Misschien zegt hij wel als hij een paar dagen rondloopt. Ik vind niks. Ik kan het niet voorstellen. Oké, niet met die regen. Nee, met die regen, maar dat zal hij wel gewend zijn in Manchester. Je weet het nooit voorbereiden. Maar normaal gesproken zie ik dat niet fout gaan, nee. Komen deze week nog meer spelers vanuit Engeland? Ja, we hopen dat ons centraal of Degen overkomt. Misschien nog wel eentje. Dus dat is maar, die komt ook van het weekend over in ieder geval. Om hier sfeer te proeven kijken. Kan je de naam even noemen? Ja, dat is Brian. Dat is een centrale verdediger. Die is aan zijn pols geblesseerd geraakt. Begin van de voorbereiding. Moest geopereerd worden. Die moet van het weekend of vrijdag terug naar de chirurg. En als je groen licht krijgt, dan mag hij weer duel spelen. En dan gaat hij sowieso deze kant op komen. En dan hoop ik dat hij ook aansluit volgende week. Twee spelers ook van Manchester City naar Twente. Hè? Onder meer Unalle, die vorig jaar hier heeft gespeeld. Ja, de indruk ontstaat een beetje, misschien kan je dat eens uitleggen, dat de tweede garnituur of de derde garnituur van Manchester City naar NAC komt. Nou ja, derde zeker niet. Maar wij wisten als we in de Eredivisie gingen spelen welke spelers beschikbaar waren. En wat een Jubilee spelen en welke spelers beschikbaar waren. Dus daar hebben we deze spelers, bijvoorbeeld Unalle, heel duidelijk aangegeven. Ja, die willen we in de Eredivisie stallen. Dus dan gaan we eerst dat proberen. Lukt dat niet? Dan komt hij alsnog naar jullie. Een andere pool waar inderdaad de jongens Smith Brown vandaan komen. Die was van tevoren al bekend. Ja, die kunnen we pakken. Dus voor ons is dat heel duidelijk. Geen verrassing als bijvoorbeeld Salina naar Twente zou gaan. Want ja, we weten dat ze hem liever aan de Eredivisieploeg uitlenen. En daar zijn ze heel duidelijk aan de voorkant in. Dus ik snap dat het voor de buitenkant af en toe overkomt van ja, hoe zit dat nou, die samenwerking? Ja, uiteindelijk gaan hier gewoon 4-5 spelers spelen. En het zijn gewoon allemaal stuk voor stuk goede spelers. We hebben er al twee binnen met Atjepong en Smith Brown. Nou ja, dus de volgende twee staan op de rol. Nou, en die vijfde zal ongetwijfeld ook wel komen. Dus uiteindelijk ben ik zeer tevreden over die samenwerking. Ja, het loopt volgens plan. Ja, het loopt volgens plan. Alleen, ja, hun hebben natuurlijk ook een nieuwe situatie. Guardiola is daar trainer geworden en dan gelden andere wetten. En dat is logisch, dus een nieuwe situatie. Die wil zoveel mogelijk, zo lang mogelijk bij hen binnen tot eind augustus. Dus daar heb je ook mee te maken. Vrijdag opent NAC de competitie met een thuiswedstrijd tegen Jong Utrecht. Ja, dan is je groep nog niet compleet. Dat is toch wel een beetje lastig, denk ik. Ja, nee. We zijn er klaar voor. Dat heb ik vandaag gezien op trainen. Echt een hele goede training. Elftal-helft. Dat zag er prima uit. We hebben vorige week goed gespeeld tegen Sparta. We hebben het goed gespeeld tegen Mechelen. Dus in die zin, de jongens die hier waren, hebben denk ik echt fantastisch samengewerkt in de voorbereiding. Denk een goede staf staan. Heel professioneel dingen weggezet. Dus ja, ik heb wel gevoel en ik merk het ook een groep dat ze klaar voor zijn. Dus dat gevoel leeft niet bij mij wat jij zegt. Ja, het was een vraag, ik zeg niet dat het leeft. Nee, we hebben er zin in. Vrijdag spelen, lekker thuis. Jongens kijken er ook naar uit. Vanochtend over gehad met de groep. Wat verwachten jullie? Ook nieuw voor de nieuwe jongens. Dus iedereen is erg enthousiast en nieuwsgierig.